had ik het ervoor. Ja, goed zo. Ja, ik hoop eigenlijk even een opening maken van deze kerk. En dan ben de kerk lopen. Ja, als kerk die lopen een beetje leeg. Maar dan gebruiken wij ook een belletje. Hoor je dat? Ja, dan blijven we klingelen en blijven we het kerst behouden. Wat we tegenwoordig ook hebben, ja, dat is piepen. Dat zijn de gele hesjes. De gele hesjes, ja. Zodat hij maar even wegblijven. Ja. Zo, kunnen we lezen zo? Ja, we gaan heel lang geleden, beste lieve mensen. Ja, ja. Waren er ook Romeinse overheden? Ja, waardoor veel mensen moesten reizen om zichzelf te kunnen bewijzen. Ja. Het klimaat, dat had zijn kwalen. Ja. Een streek met zand en steen. Ja. En daarom was de stof door de leren heen. Ja, dat viel dus echt niet mee. En onder de vele voetgangers waren ook Maria op een ezelrijden. Ja. Ja, in verwachting was ze van haar eerste kleine, die samen met haar Jozef in het leven. Ja. In Bethlehem een kamer zoeken. Haha, ja, maar dat wil ik helemaal niks te boeken. Nee, nee, de klok die tikt naar de avond. En ze moesten dat wel. Ja, wat deden ze dan? Ja, de klok in avondland klinkt door. En men week dus uit naar de dorpsrand. En bij de dorpsrand aangekomen, was het natuurlijk zo, ontmoeten ze de herdertjes. Ja, een plek. En die hadden al druk in de gaten dat het was met Amalia heel veel moeite. Dus er moest iets gebeuren. Ja. En wat gebeurde er nu? Wel, de herdertjes gingen hun helpen. Ja, en die zeiden, kom eens mee, we hebben nog een of andere god beschikbaar. En die god die zullen we mooi klaarmaken. En zij maakten van die god een verloskamer. Ja, zo noemde wat waren Jozef en Maria dus heel erg verdreven. En dankzij de herdertjes, en konden ze in ieder geval de gebeurtenis rustig even afwachten en doorgaan. Maar in het dorp zelf, in Bethlehem, was al heel lang een direct doorgevindeld van, hey, in een van onze grotten, daar gaat een kind geboren worden. En zoals dat altijd gebeurt, ja, dan komt er een stroom nieuwsgierige op gang. En zo stond het halve dorp, ja, aan de rand van het dorp, ja, stonden ze te kijken. En van, wanneer gaat dat kindje komen? Ja, het was een hele grote groep. Maar intussen gebeurde iets heel gek. Het bleek dat het noordenlicht, wat heel ver van Bethlehem af ligt, dat dat voor een hele bijzondere gelegenheid helemaal naar Bethlehem was uitgenodigd. Ja, en was de hemel heel sterk verlicht. En toen was ook een straal die de god van het kindje, ja, ging lichten. En ja, toen kwam er een groot geschreeuw van, ja, waar is het kind? Daar is het kind. En het kind was er. Ja, ja, het kind werd geboren en iedereen was dol enthousiast. En al die mensen zongen, zoals wij eigenlijk ook kunnen zingen. Als je het koor gezongen heeft, zouden we het kunnen proberen. U had het zo goed gedaan. Felicite Adonijk. Ja, kun je het proberen? Ja, even horen. Felicite Adonijk. Felicite Adonijk. Ik heb het niet.